Miljoenen Nederlanders hebben genoeg van dit kabinet. Genoeg van de belastingverhogingen. Genoeg van de afbraak van de zorg. Genoeg van de criminaliteit en de islamisering. Genoeg van het steunen van Griekenland. Genoeg van al die asielzoekers en jihadisten. Op 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die zijn van nationaal belang, want ze bepalen ook de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee het lot van het kabinet. Op 18 maart kunt u afrekenen met het rampkabinet Rutte 2. Geef het kabinet een motie van wantrouwen, steun de PVV en stem op 18 maart het kabinet en zijn gedogers weg. Want de PVV heeft het antwoord. Wat wij willen is een keiharde aanpak van de terreur. Zeg Schengen op. Voer grenscontroles in. Laat jihadisten vooral vertrekken, maar nooit meer terugkomen. Geef geen cent meer aan de Grieken. Geef het aan onze zieken. Handen af van de zorg. Handen af van onze ouderen. Lagere belastingen. Dat stimuleert de koopkracht. Leidt tot meer consumptie, meer groei en meer banen. En hoe betalen we dit? Door te stoppen met de ontwikkelingshulp en de miljarden afdrachten aan Brussel en de Europese Unie en al die onzinsubsidies. En last but not least, stop de massa-immigratie. De grenzen dicht. De-islamiseer Nederland. De islam hoort niet bij Nederland. Genoeg is genoeg. Met deze punten geven we samen een nieuwe toekomst aan Nederland. Help de PVV om Nederland weer van ons te maken. U bent niet machteloos. Laat u horen. Ga stemmen op 18 maart. Stuur Rutte naar huis. Stem Partij voor de Vrijheid.